En wij als regering, met name vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, hebben het verzoek gehad, namelijk van de lokale, een lokale ondernemer, een investeerder die in de agrarische sector zit, meneer voorzitter, om een groep van Mennonieten naar Suriname te laten komen om hen in te zetten voor de agrarische sector. Wij hebben als regering beslist, we gaan die agrarische productie in het land opvoeren. En dat hebben we gedaan als land, puur op basis van onze eigen visie als land. Want al jaren horen we dat Suriname een voedselschuur moet worden. Maar het blijft bij woorden, meneer voorzitter. En als we inderdaad Suriname een voedselschuur willen maken, moeten we beleid ontwikkelen. En daarom hebben we beslist, meneer voorzitter, dat wij fondsen in het leven gaan roepen om de agrarische sector te ondersteunen. En zo heeft uw parlement goedgekeurd, namelijk NOVA-fonds binnen het ministerie van LVV. Tevens hebben we in het leven geroepen namens onze productiefonds, productiekredietfonds bij het ministerie van Financiën. Bij economische zaken hebben we het KMO-fonds, wat binnenkort operationeel wordt. We hebben onze wet hier goedgekeurd. Wet NIFS voor die voedselveiligheid. Maar ook daarmee om die voedselzekerheid te garanderen voor ons als land, maar ook voor de buitenwereld. En in CARICOM staatshoofdenvergadering, meneer voorzitter, is besluit genomen om de import van voedsel te reduceren met 25% in het jaar 2025. Dat wil zeggen, de lokale productie moet gestimuleerd worden. De lokale productie moet op gang komen. En daarvoor zijn deze fondsen in het leven geroepen. Daarvoor hebben we als regering 300.000 hectare aan land beschikbaar gesteld voor serieuze investeerders, met name in de agrarische sector. En we zien nu verschillende bedrijven van Brazilië en China die op dit moment bezig zijn om hun eerste productie voorbereiding te treffen. En één bedrijf is al zelfs zover dat het bedrijf nu al behoorlijk al geoogst heeft, producten op de lokale markt brengt en nu plannen heeft om te exporteren als een bedrijf in Saramaka, de Tijgerkreek. Ik heb nog gisteren overleg gehad met de minister van Financiën. Omdat ook het besluit met betrekking tot vrijstelling van inputs, dat besluit is komen te vervallen. Er is enorm druk in de wereld van investeerders nu, in de wereld van agrariërs, mensen die willen investeren en vrijstelling wensen voor de inputs. En tegen deze breder perspectief is de zaak dan ook binnen de regering besproken van de kwestie van Mennonieten in de vorm van investering in Suriname. We hebben het aspect van alle kanten bekeken. Het is zeker een paar maanden in de regeringsraad besproken, omdat er ook daar verschillende vragen waren, ook daar verschillende sentimenten waren, ook daar verschillende issues waren. En uiteindelijk is er beslist geworden om een pilotproject hieraan te koppelen voor een tijdsperiode dat beperkt is tot 50 families, dat de staat geen grond ter beschikking gaat stellen, dat de staat geen grond zal verkopen aan hun. En dat is gelukkig niet gebeurd. En als er personen komen, zullen ze onderworpen moeten worden aan de normale procedure van vreemdelingenwet, vreemdelingenrecht. En dat alles goed getoetst zal moeten worden, ook met een achtneming van het veiligheidsaspect. Dat als de personen zelf grond gaan zoeken, dat niet mag zijn in leefgemeenschappen, in stamverband levende gemeenschappen en of in die omgeving. Dat in ieder geval de personen geen gronden gaan zoeken in gebieden waar er een juridictie, wat nog verder uitgewerkt wordt hier in het Hoge College, van grondenrechten heerst. Die zorgvuldigheidsdingen zijn meegenomen. Op dit moment hebben we geen enkel aanvraag, meneer voorzitter, dat de groep naar Suriname komt, want dat is de afspraak. Men moet de namen sturen, de lijst sturen, er gaat screenen plaatsen. Dat is niet gebeurd. Er is geen verzoek voor grond. Er is geen grond gegeven door de staat. Er is geen verzoek van mensen die in het land komen. Maar er zijn wel plannen, namelijk die gepresenteerd zijn aan de regering. En als de regering hebben we gezegd, pilot. En we kijken uit naar die pilot onder voorwaarden zoals ik net genoemd heb. En die voorwaarden zijn ook schriftelijk kenbaar gemaakt aan de lokale vertegenwoordiger van die organisatie in Suriname.